Hey mensen, leuk dat jullie wel kijken. Ja, we doen vandaag een update aan de Straight Edge. Dus aan de parallel rij gaan we een update doen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, ik hou het vandaag kort. Ik heb het heel erg in de keel en ik ben heel erg verkouden. Dat horen jullie misschien ook. Ik moet heel erg hoesten, ik heb dat al wat tig keren op moeten nemen. We gaan het vandaag hebben over de Straight Edge. Ik laat jullie dat zien. We gaan er even aan meten. Het wordt een korte video. Dat jullie een beetje op hoogte zijn. Nadat jullie die video gezien hebben. Het was al klaar, maar daar heb ik toen, is iets fout gegaan met het opnemen. Ik heb ook wat aan mijn camera. Als ik iets opneem en ik wil het afspelen via de camera, dan hoor ik het geluid niet. Dus daar is iets fout gegaan. Dus die video is verdwenen, helaas. Mooie video was dat, maar die is allemaal weg. Maar maakt niks uit, ik laat jullie het eindresultaat zien. Hoe ik hem gemaakt heb. Ja, mijn stem klinkt niet, maar ja, jullie verstaan me denk ik nog wel. Dus ik ga hier eventjes met de camera los uit de hand even naartoe. Laat ik jullie zien hoe die geworden is. En dan gaan we dan nog even snel eens aan meten. En dan laat ik je nog wat zien. Laat ik jullie nog wat zien wat ik nog meer voor spulletjes gekocht heb. Misschien is dat wel interessant voor mensen die het nog nooit gezien hebben. En daar heb ik het misschien ook heel eventjes over. Als mijn stem dat toelaat. Dus, nou. We gaan gauw hier naar de meettafel. Nou, mensen die mijn kanaal langer volgen, die wisten dat hier deze height op stond. Op dit klein meettafeltje. Nou, ik heb wat opgeruimd hier in de garage. Ja, het is hier nog een beetje rommeltje. Maar dit, dat stond eerst op de gereedschapwagen. En dat heb ik nou omgetoverd tot meetgereedschapwagen. Even jullie dat kunnen zien. En hier staat die Straight Edge nou op. En ik heb hem nou ingeschraapt. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik heb er allemaal vierkantjes op gemaakt. Heb ik allemaal aangetekend, onder 45 graden strepen getrokken. En toen onder 45 graden zo strepen getrokken. En dan ben ik er heel voorzichtig overheen gegaan nog eens toen die klaar was om dit patroontje erop te krijgen. Dus je krijgt dan zo'n ja, schaakbordachtig patroon erop. Ik vond dat wel leuk. Ik denk na een uurtje of 30 schrapen vond ik het dat wel waard. Even kijken of die nou in de midden is, want hij verandert nog wel. Kijk, hij doet nou in het uiteinde weer. Het verandert met de dag. Dat is mij opgevallen met de temperatuur in de garage, want ik heb nou dat hij hier scharniert. Daar scharniert hij, kijk maar eens goed. Dan hou ik hem maar even vast, dat het hier buiten wat warmer wordt. Dan wordt dat veel erger natuurlijk. En als ik hem omdraai, ik moet dat met één hand doen. Voorzichtig natuurlijk. Dan heb ik die net vast gehad. Dan scheniert hij in de midden. Ook hem dus hier wel vast. Dan gaat hij dadelijk weer meer naar de buitenkant. Gaat hij scharnieren. En dan wordt het langer. Dan stop ik weer hier energie in. Ik begin al te merken dat hij iets anders reageert. Maar hier heb ik trouwens ook dat patroon opgeschraapt. Even jullie het goed kunnen zien. Als ik nou draai, ik zal het dus recht houden en ik draai zo. Dan verandert het. Een beetje hologram effect. Dus, ja. Oké. Nou, we gaan hem zo omdraaien. En dan gaan we met de deze height. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, zo kunnen jullie dat wel zien. Gaan we eens meten. Ik ga eventjes de camera op een statief zetten. En dan gaan we hier eens aan meten. Kijk, nou scheneert hij daar. En als ik hier doe, scheneert hij aan het uiteinde. Als ik hem nou omdraai, dan zal hij wel niet meer in de midden scheneren. Niet echt. Hij wil wel in de midden scharnieren, maar ja, nog ietsjes. Ik ben er nog niet over uit hoe dat, of die echt 100% vlak is, maar
Ik laat jullie zien, ik ga haar meten. Die is echt wel vlak. Nou, ik heb even de lamp van de camera uitgemaakt. Kunnen jullie kijken of die vlak is. Kijk als ik er nou hiermee draai. Dan blijft hij gewoon nul hier. En als ik deze height vooruit schuif. Maakt niks uit waar. Blijf gewoon nul. Waar ik ook met de straight edge kom. Die is nul. Til ik hem nog een beetje op de straight edge, dan zal je zien. Dat dit niet direct nul is. Ja. Dus die is echt helemaal nul. Tot het laatste stukje toe. Zelfs de hoekjes nog mooi. Ja, hier heb ik 200 in de min. Zie je? En hier niet meer. Dat is een klein stukje. Een 100ste, 200ste in de min. Nee, hartstikke vlak. Nou, en dat die echt heel vlak is, dat kan je ook laten zien, hè. Ik doe dit even vanaf. Even schoon. Nou, als ik hem nou erop leg, dan drijft hij gewoon. Dus zo vlak is die. Hij zuigt zich ook helemaal vast. En als ik hem omdraai. Oh, die is niet schoon. Is hetzelfde. Dus. Helemaal vlak. Binnen een 100ste vlak. Ja, gaan we op een 1000ste meten. Komen we ergens anders erbij. Ik kan eens kijken. Kan jullie dat laten zien? Of ik dat ook kan doen? Ik zal hem zo eens laten liggen. En dan zal ik eens op een 1000ste meten. Maar dan kan ik dat niet eronder schuiven. Dus dat moet ik stukje voor stukje meten dan. Nou, ik moet even de cameralamp uitlaten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien met die TIA-lamp. Anders moet ik nog een beetje draaien. Zo. Ja, dan kan jullie het zien. Ik heb een blokje eronder gelegd hier, een eindmaat. Als ik dat eindmaatje er niet onder doe, dan zit ik misschien in de kuiltjes van de parallel straight edge. Volgens mij is het gewoon een parallele machinerij geworden, officieel. We gaan hem eventjes uitzetten aan. En dan gaan we hem eerst nullen op de vlakplaat. En dan gaan we naar de machinerij toe. Dan gaan we hem opmeten. Nou, die is 99,94,5. Dus hij is met vrees is dat wat afgehaald. Ja, dan is dit geworden. Nou, nu gaan we dat nog een keer doen. ...99,94. Nou, dan gaan we een stukje opschuiven. Dan gaan we hier nog eens een keer meten. Dan gaan we kijken wat de waarde dan is. Nou, tussen daar en daar zit de 5000ste in. Ongeveer. Maar ja, als ik de eerste meting doe, dan is dat eigenlijk hetzelfde, even hoog. Nou, hier nog een meting doen. ...99,95. Zou die 5000ste hoger zijn. Ja. En dan schuiven we nog een stuk op. Of dat nog in de camera past. En dan zien jullie het niet. Dan doe ik even een andere hoek. Pakken.
Zo. Doe dat een beetje draaien. Ook 99,95. Ik weet niet of je dat nog kunnen zien. Nou, zo wel. Half. Dus er zit ongeveer een 5000ste in. Ik moet zeggen, boven mijn uiterste verwachtingen is die heel vlak. En heel parallel. Dus ik kan daar verder niks van maken. Jullie zien het. Er zit plus minus. Ja, 5000ste in. Dus ja. Machine heeft afwijking van 3000ste. Dus dat kan ook nog 3000ste en plus meer afwijken. Maar we gaan er maar even vanuit dat klopt allemaal. Dit is een apparaat. Als je dat koopt, kost nieuw rond de 6000. 9000 euro. Daar ergens tussen die zit, daar tussenin zitten die in. Dus, maar deze is niet meer nieuw. Dus laten we even zeggen dat er 3000ste afwijking in zit. Dus het kan minder zijn of meer kan het zijn. Maar ja, voor de hobby. En ik denk dat menige machinebouwer blij was met dit resultaat. Ja, en dan hebben jullie enig idee hoe nauwkeurig je iets kan bouwen. Dus eigenlijk, ja, ja nou, ik heb nog die dure meter heb ik. Maar je hebt ook kleinere klokjes van 1000ste. Klokjes van 100ste, digitaal, analoog. Nou ja, analoog heb ik ook afwijking. Ik heb gekeken. Alle digitale klokjes die tot een 1000ste kunnen meten, hebben een afwijking van 3 mu. Dus 3000ste. Kan ik die plus of min hebben. Alle klokjes die een 100ste kunnen meten, heb ik gekeken. Welke dan ook. Die hebben ongeveer allemaal 200ste afwijking kunnen die hebben. Dus gewoon een meetklokje. Dus nou ja. Kan. Maar ja. Ik zeg, als je die eenmaal op de metingen hebt, op de meetrij hebt, nou ja, dat zijn de specificaties. Ik heb dat zelf niet verzonnen. Dus die klokjes zijn dus beter dan 200ste, gewoon klokjes van een 100ste. En klokjes van een 1000ste, die zijn beter dan 3000ste afwijking. Dus dit ding heeft 2000ste afwijking volgens de specificatie. Ja, ik heb daar nou zo'n hoedje omheen. Maar diesel wat op leeftijd, laat die wat meer afwijken. Ik weet het niet. Maar ja, jullie hebben gezien, het is vrij nauwkeurig allemaal. Ja, ik heb mij er niet praten. Ik moet korte stukjes praten, anders begin ik te hoesten. Alsof mijn longen eruit vliegen. Ja, dus ik heb een mooi stuk, meetstuk erbij. Ik moet daar nog eens een doos voor maken of vinden. Dus er moet een doos zijn van ongeveer 50 centimeter bij... ja, bij 10. En dan 5 hoog. Een soort wijnflessendoos moet ik daar eens een keer voor hebben. Of ik moet er iets van maken. Of ik moet er naar de rest daarvoor vinden. Waar ze zo'n doosje hebben waar ik die mooi kan opslaan. Dus, nou ja. Ik dacht nou ik die meettafel hier heb neergezet. Ik denk laat jullie zien wat allemaal in deze kast nou zit. Nou, dit is mijn meetla. Er zitten allemaal schuifmaten in. Meetklokjes. Dit is een speciaal iets. Nou, we knippen het hoester maar even er allemaal uit. Die heb ik buiten de kamer om heb ik dit gemaakt. Dat is een micrometer. En die is ook tot een 1000ste nauwkeurig. Daar zit een glasliniaal in hier. Is heel oud, van de jaren 80, maar echt super nauwkeurig. Die heeft ook een resolutie van 2000ste deze. Maar ik merk als ik hem langer vasthoud. Als ik hem dadelijk vasthouden, dan gaat dat laatste display gaat meer aangeven. Ik hem dan open en dicht doe. Dan is dat weer opgewarmd. Kijk, nog heeft hij al plus 1000ste aan. Dit wordt langer, dit stuk, omdat ik hem vast heb. Als ik hem dan weer schuif, zal er wel meer zijn. Dat is al 2000ste. Dus het wordt, omdat ik dat ding vast heb, wordt dat ding langer. Dus je moet die een paar keer
0. Nou, hier zit normaal een nickel cadmium accu in. Die heb ik eruit gehaald en hier heb ik gewoon twee oorringetjes. Ik zal jullie dat laten zien met één hand. En dan heb ik hier een kapje geprint. En dan zitten daar vier penlights accu'tjes in. Nou ja. Ik leg dat even weg. Ja, hier zitten wat schuifmaten in. Hier zit een micrometer in. Die had ik gekocht via Marktplaats. Samen met een dieptemeter voor 10 euro. Zat alleen die plastic kapjes niet bij. Die heb ik geprint. Of camera. Dat is eigenlijk een digitale micrometer. Met een mechanisch digitaal klokwerkje. Heb je dus geen batterijen nodig. Werkt perfect. En hier heb ik een la. Daar zit van alles in. Hier zitten de eindmaten in. Dit zijn eindmaten. Die heb ik gekocht voor de Tesa Height. Ik heb trouwens op de Tesa Height heb ik een eikblok gebouwd. Voor het bolletje te nullen met diametermeting. Als iemand interesse heeft, laat ik dat nog eens een keer zien. Schrijf het onder in de comment. Dan laat ik zien hoe dat werkt. Maak daar een korte video van. Ja, je V-blokken zitten hierin. Weer schuifmaat. Hier zit een speermaat. Zit hierin. Even kijken, die doos heb ik geprint. En misschien ook nog mensen niet gezien. Die hele doos is 3D geprint. Er zitten allemaal staafjes in. Daar kan je diameters mee meten. Grote diameters. Ja. Allemaal geprint op de 3D printer. En dan kan ik gaten mee meten vanaf 50 mm tot 300 mm. Met deze. Dit is een la, zit van alles in. Hieronder zit een grote schuifmaat in. Van 50 mm. Grote digitale schuifmaat van Mitutoyo. Hier allemaal onderdeeltjes voor meetapparatuur op te spannen. Hier zit een heel nauwkeurige winkel gradenboog in. Er zit daar een kijkglas in. Dan kan je dus doorheen kijken. Dan kan je heel nauwkeurig afstellen. Oh, het is allemaal. Meetklokjes van een honderdste, meetklokje van een duizendste. Dit zijn ook meetklokjes van duizendste. Dan moet ik nog controleren, die twee. Dit klokje, daar klopt iets niet aan, volgens mij. Moet nog eens goed nakijken of dat klopt. Hier heb ik een micrometer. Die is ook tot een duizendste. Kan die meten. Dit heb ik laatste gekocht via Marktplaats. Ik weet niet of mensen dat ooit gezien hebben, dat is een schijfmicrometer. Dat was deze kant, zat een paar roestpuntjes op. Dat heb ik dus ook weer gekocht voor 15 euro. Ik meen dat die 230 euro van een merkloos iets is. En dit is Russisch volgens mij. En ik heb er nog eentje besteld. Deze gaat maar tot van 20 mm tot 45 mm. En ik heb er nog eentje die komt eraan. Die gaat van 20 tot van 0 tot 25 mm meen ik. Dan heb ik een klein stukje wat ik niet kan meten, maar oké. Dus, als je iets hebt waar je niet tussen kan, kan je toch nog net met de micrometer ertussen meten. En hier zijn ook buitenmicrometers. Buitenmicrometers van 0 tot 25. Van 50 tot 75. Kijk, dat gaat dus over van 0 tot 25. Van 25 tot 50. En dan hier van 50 tot 75. Dan heb ik nog een andere doos, heb ik nieuwe. Die gaan nog van 75 naar 100 gaan die.
Dit zijn setjes, daar kan je gaten mee meten. Dat is allemaal moeilijk met één hand natuurlijk. Maar dat zijn balletjes, die kan je dus een diameter groter maken. En dan kan je die met een micrometer opmeten. Kan je in een gat stoppen ergens. Nou, twee setjes van. En dit zijn andere, die zijn groter. Jij hebt een veer. Dus die kan je vastdraaien. Dus die klapt uit en dan draai je hem vast en dan meet je hem op met de micrometer. En dit zijn micrometers, die koop ik tegenwoordig heel veel. Deze heb ik gekocht voor 30 euro. Dan heb je ook een beetje een idee wat zoiets kost. Want jullie denken altijd, ja, niet veel van materiaal, dat kost heel veel geld. Maar als je heel lang zoekt op marktplaats, kom je de spullen wel tegen. En die staafjes die hierin zitten, die kan je daarin zetten. Dan kan je die micrometer groter en kleiner maken. Dus die hebben een groter bereik. Dit is een speciale micrometer, daar kan je mee in een pijp meten. Zit aan één kant zit daar een balletje. Kan je in wat rond meten en buitenkant vlak. Ook van Russische makelij. Dat is goede kwaliteit. Ja, ik ben het nou niet eens met Rusland natuurlijk wat ze doen. Maar ja, het spul is goed. Dus ik zou het moet eigenlijk niet moeten kopen uit principe, maar het ligt in Nederland. Dus het is al een keer gekocht. In de goede tijd. En hier heb ik dan mijn hamers. Hier gaat het over naar het grove spul. Dus ik heb dat nog niet helemaal ingericht hier, die kast verder. Hier zit allemaal spuit en pneumatisch spul. En hier ook zit ook allemaal pneumatisch spul in. Maar ooit wil ik dat allemaal uithalen en ik moet allemaal medeapparaturen kopen. Of ik moet eens een kist vinden waar alleen maar lades in zitten. Tot onderin, hele platte zoals die. Dus dat is nou mijn meetkar geworden. En hier heb ik dan op mijn oude meetkar heb ik een dieptemeter. Met losse staafjes. En die kan je dus verwisselen door de dopje eraf te draaien. Kan je het staafje wisselen. En dan kan je dieptes mee meten. Dus als je hier aan draait en dit draait, gaat het pinnetje langer of korter worden. En die heb ik ook heel goedkoop gekocht. Ik meen 15 euro. En hier zit er ook eentje in. Maar die is niet compleet. Die heb ik ook voor 15 euro gekocht. Even kijken. Lekker uit de hand. Die schroefjes horen er niet in. Maar ik denk, misschien kan ik eens nieuwe staafjes erbij maken. Maar deze is niet zo mooi. Vind ik zelf. Misschien dat ik die eens wegdoe. Weet ik nog niet. Het is wel heel zwaar iets. Volgens mij komt die ook uit Rusland aan het model te zien. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ja, het zou normaal van 0 tot 150 zijn. Nou, en dit is de laatste micrometer. Dat is ook mijn grootste micrometer die ik gekocht heb. Daar heb ik 30 euro voor betaald. Om eventjes jullie een idee te geven hoe groot het is. Die kan tot 30 millimeter. Of 30 centimeter kan die meten. Er zitten ook wel verschillende staafjes bij. Dus... Ik weet even niet wat de laagste maat is. Of wat de grootste maat is, is 30. Maar wat de kleinste maat is, weet ik niet. Er staat hier op 225. Dus ik kan of kleiner of niet. Dit zijn de kalibers, daar stel je niet mee af. Dus wat je doet, is dit dopje eraf draaien. Hier. Niet helemaal. En dan... Klik je die eruit. Natuurlijk, met één hand gaat dat niet. Staafje eruit en dan pak je hier een nieuw staafje, een kleintje bijvoorbeeld. En dan doe je dat hierin. Dat past erin. Hup. En draai hem erop.
En nu is die 30 centimeter. Moet je niet te vast draaien, gewoon lichtelijk vast. Nu is dit helemaal uitgedraaid naar rechts. Is dit 30 centimeter. En dan kan die weer terug hierin. En voordat je die gebruikt, moet je die dus eerst kalibreren met deze kaliber. Moet je kijken dat die 0 is. En dan kan je hem gebruiken. Voor grotere dingen te meten. Misschien komen jullie die nog wel tegen in video's. Ja, weer een kleine update. Maar ik ben echt heel erg ziek. Ik voel me echt niet te goed. Dus ik ga nog wat tekenen. Dat kan ik wel nog doen op de bank. En je hebt misschien een andere versie gezien, waar minder op stond. Ik heb er eentje gemaakt waar meer op kan. Maar ik wil iets gaan maken, want dit moet ergens staan. En ik wil dit maken op deze height. En ik laat jullie nog even zien waar ik dat op ga maken. En daar maak ik geen video van, dat gaan jullie gewoon een keer zien dat het erop zit. Nou, dit is de deze height. Hier heb je een zijkant. En ik wil dit gewoon, dat dat wat hoger staat, want hier is een handwiel. Dan wil je gewoon in kunnen draaien, dat het gewoon wat hoger staat. En dan heb ik dat niet meer op mijn werktafeltje staan. Dus ik ga het gewoon met een hoekprofiel hierop maken. Dat print ik ook 3D. En dan komt dat hier zo aan en dat schroef ik hierop of ik plak dat hierop. Ik denk dat ik het erop schroef. En dan komt dit daar zo bovenop gelijmd. En dan blijft dat hier altijd zo staan, dat dingetje. Ja, daar heeft dat apparaat daar geen last van. En dan heb ik al die tools gewoon bij het apparaat. Ja, ik had eigenlijk jullie willen laten zien hoe ik aan het kniestuk ging werken. Maar daar heb ik niet voor. Dus ik ga het ook hierbij laten. Dan hebben jullie tenminste nog een beetje video gehad. Het heeft mij niet meer dan een half uur geduurd. Maar ik begin steeds slechter te praten. Dus dat horen jullie misschien ook. Dus het is laat. Ik heb al de hele dag gewerkt. Dus het wordt steeds erger. Ja, jullie hebben het gezien hoe het met parallel gaat. Het is heel mooi geworden, ik laat het nog eens een keer zien. Gewoon zo. En dat heb ik hier ook gedaan. Ja, er zitten heel veel uren bij, ik weet het niet meer. Of het nog 35 of 40 uur waren, of 25 uur, ik weet het niet. Het is echt heel veel werk geweest. Nadat jullie die video gezien hebben, heb ik zeker nog een keer dezelfde tijd erover gedaan. Ik heb ongeveer, er zit één hele zaterdag in, een halve zondag. En de hele week, iedere avond, van een uur of 6 tot een uur of 11, heb ik daar geschraapt. Er zit echt wel wat tijd in. Maar ja, ik denk er zit toch wel veel tijd in. Ik denk, weet je wat, zal je niet nog eentje bestellen? Maar ik zag 500 euro, ja, ik vind het toch wel erg veel. Want ik moet er eigenlijk nog eentje hebben van een meter lang. En die heb ik niet. Voor het bed. Ik weet niet of ik dat hiermee kan doen. Dat ding. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Want dan, als je eentje wil maken van een meter, dan moet je ook een meettafel hebben van een meter. Voor dat te kunnen maken. Dus als ik dat nou bij een bedrijf kon doen. Die een meettafel hebben van een meter. En ik kan daar slapen en alles voor die 40 uur. Maar dan zijn het misschien wel 80 uur voor het inschrapen. Dan wil ik dat misschien nog wel doen. Maar het is gewoon onbegonnen werk. Dus ik moet dus eigenlijk een rij hebben van 1 meter lang. Maar ik ga nog uitkijken hoe ik dat kan doen. Want dit is 50 centimeter. Of ik niet toch met die 50 centimeter dat vreesbed kan uitmeten. Maar ja, dat krijg je ook nog allemaal te zien. Daar moet ik nog eens goed over slapen. Hoe ik dat ga doen. Ik heb daar al een idee voor. Maar dat ga ik. Dat moet ik nog uitwerken. Dus, maar ja. Ik hoop dat ik de volgende week, of deze komende week, jullie, als ik dit opneem, is dit woensdag. Dan hoop ik dat ik wat beter ben na het weekend. En dat ik de volgende week nog een mooie video kan maken. Want ik ben de vorige week ziek geweest, geen video kunnen maken. En het is gewoon niet goed met de keel en alles. Dus ik hoest nog een beetje, maar ik heb er straks gehoest. Ik dacht dat ik moest overgeven. Zo erg is het. Dus ik kan eigenlijk helemaal geen video maken. Maar ja, ik heb jullie toch een beetje op hoogte gebracht wat ik gekocht heb nog. Wat jullie hebben kunnen zien. Van meer apparatuur, dat het niet zo gek veel hoeft te kosten. Ik ben misschien 100 euro kwijt geweest voor wat spullen. En ik kan heel veel bemeten.
Dus ja, zo doen we dat. En anders stop je niet te betalen. Dus, nou. Mocht iemand nog een streetjazz hebben liggen, die zegt ik doe er niks mee. Nou, hou me op hoogte. Maar ik denk niet dat er mensen zijn die zo'n ding thuis hebben liggen. Van een meter. Dus ja, je weet maar nooit. Misschien heeft een bedrijf eentje liggen die afgekeurd is. Dan wil ik die wel hebben. Dan schrapen we die weer gewoon opnieuw in. En dan is die weer goed. Je weet maar nooit, hè, hoe een koe een haas vangt. Nou ja. In ieder geval, ik vond het heel fijn dat jullie gekeken hebben. Ook voor de nieuwe abonnees. Ja, normaal is het niet zo. Vergeet dan ook niet te abonneren en het belletje aan te klikken als jullie wat beter content willen zien dan dit wat ik liet zien. En dan zeg ik weer zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag, dag.